Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik van een normale laars de laars van Siri heb gemaakt. Allereerst heb ik de zwarte zool van de laars bruin gemaakt en de rits in eenzelfde kleurtje als die van de stof voor de zekerheid, maar die valt eigenlijk helemaal niet meer op. Hij zit namelijk onder deze flappen stof die niet aan de laars zelf vastzitten. Maar die worden op hun plek gehouden door de band die er omheen loopt, die op sommige plekken vastzit. Zo kan ik gewoon nog bij de rits komen, zodat ik hem aan kan doen. Voor de band eromheen gebruik ik een nepleren strook, om deze stevigheid te geven. En deze ontwikkel ik met de stof die ik gebruik. Ik heb hem met de hand vastgemaakt, maar dat valt straks tegen de laars aan, dus je ziet de naad niet meer. Om te weten welke stukken stof ik precies nodig had om het in het juiste model te krijgen, heb ik hem eerst met mijn voet erin omwikkeld met vers houtfolie. Ja. En vervolgens met schildersteep. En daarop heb ik met stift de naden getekend. En dit is nu het patroon wat eruit is gekomen. Deze is een beetje slap. Maar hier zit dus de rits. Deze heb ik uiteindelijk doorgetrokken en in twee stukken eruit gehaald, zodat hij dus die flap krijgt. En dit is de neus van de schoen. Deze ga ik nu eerst uit de stof knippen en dan gaan we ze op de laars maken. Ik gebruik de industriële lijm om de stof op de laars te plakken. Nu de neus van de schoen erop zit, trek ik de binnenkant over op de stof. Dit zijn de delen die over de rits heen komen. Daarom maak ik dit nog ietsjes langer op de stof. En hier trek ik nog 10 cm bij, zodat deze over de laars heen kan geplakt worden. Dus dan zit dat aan de binnenkant vast. Nu sla ik eerst hier een randje van om, zodat hij die dikke rand krijgt. Die je hier ook ziet. Dat heb ik gedaan, zodat de stof daar niet gaat rafelen. En dan wachten tot het droogt. Er zit nu één zijkant aan en een deel bij de rits. Die andere die ligt nog even te drogen omdat dit deel nog ongeslagen moet worden met een lijm. Fast forward, ik heb de laars dus af. Ik had het nog even snel in de avond afgemaakt. En ik kwam er net ook achter dat ik het bandje niet vast had gemaakt. Lekker slim. Maar ik ben nu in het bos aan het shooten met rollen. Hallo rollen. Hallo iedereen. Hi. Om even wat mooie foto's van mijn Siri te krijgen. En dan is het binnenkort alweer Dutch Comic Con. En dan ziet het er ook een beetje gedragen uit, want de stof van de neus van die schoen die komt ook al los. Mijn laars was een klein beetje gesneuveld, maar ik heb hem alweer een soort van gemaakt voor Dutch Comic Con. En ik zal nog even snel laten zien hoe ik de rest van de outfit, dus de accessoires, heb gemaakt. Waaronder de bracers en de riem. Het korset heb ik helaas geen beeldmateriaal van, want ik dacht, oké, ik had één poging gedaan, dat mislukte echt finaal. En toen dacht ik op een gegeven moment van oké, ik heb nog 2 weken tot Dutch Comic Con en ik moet het echt gewoon gaan afmaken. Of ik moet er iets aan gaan doen. En als het, if all else fails, dan koop ik er maar één. En opeens lukte het for some reason. Ik had hem echt uit, ik zal hem er even bij pakken. Ik heb hem uit dezelfde stof gehaald als 3 jaar geleden of zo de beenflappen van Lilith van Borderlands. En met daarop een randje van de donkere stof. Dit is de binnenkant. En hiermee gaat hij vast.
Ik ben er in ieder geval trots op. Yeah. Maar goed. En voor de riem heb ik zwarte worbla gebruikt. Met foam en normale worbla. En dan hebben we natuurlijk nog de normale riem die ze om de heup ongeveer heeft. Daarvoor heb ik een lederen riem gebruikt. En daarover heb ik stof getrokken die erop lijkt. En ik had een heel handige tas waar zo'n klein tasje op zat. Dus die heb ik gewoon uitgeknipt en eraan gehangen. En voor de band waar de schede nou aan zit. Even kijken. Heb ik ook gewoon een riem gebruikt. En daar heb ik de metalen ring in of tussen gezet. En daar zit nu de riem aan vast. De schede, whatever. Dit is nu mijn kostuum. Oh, hallo BH. Doei BH. Met mijn bracers. En mijn handschoentjes. En mijn zwaard eronder. En pruik die een beetje raar zit nu. Yeah. Ik had hem nog even weer opnieuw geverfd. Want ik was er nog niet helemaal blij mee. En nog blanke lak erover gespoten. Waardoor hij ietsje smoother is geworden dan dat hij was. En dat zakje komt ook van pas. Ondanks dat mijn mobiel er niet in past. Past er wel. Mijn cosplay kaartjes erin. Mijn nieuwe. And look at this. It's the Siri Gwent card. Maar dan met mijn cosplay. En hij is ook lekker dik. Hij voelt echt als een Gwent card. I'm happy. Dus die heb ik op Dutch Comic Con natuurlijk mee. Voor de liefhebbers. Op naar het volgende project. Ik ben nu nog bezig met Celtie van de anime Durarara. En ik wil Panther Ann van Persona 5 gaan doen. Want ik heb iets met bodysuits. En Ari, de nieuwe KDA skin. Of hoe je het ook moet uitspreken officieel. Want ik wil vet lang nog Ari doen. En ik heb echt die witte vloefstof nog liggen voor die staarten. Maar ja, toen burn-out en zo. En ja, ik vind deze skin ook gewoon echt super dope. Dus wil je mijn progress volgen? Volg me dan op Instagram, Esmeen Cosplay. Of op Facebook, ook Esmeen Cosplay. En ik heb nu ook mijn eigen site. Oh, wat leuk. Het is gewoon een blog hoor. Maar ja, het leek me wel leuk. Een beetje schrijven en zo. Esmeencosplay.nl